Lieve mensen, welkom terug bij een nieuw kunnen kennisclip. Vandaag gaan we het hebben over de wet van Buis Belot. Wie was meneer Buis Belot? En wat heeft hij precies uitgevonden? Iets met de Coriolis-effect en nog veel meer. Noah, jij hebt deze ingestuurd, dus deze is voor jou. Ik zou zeggen, laten we niet langer wachten. Hiha, let's go. Oké, okay, wat is de wet van Buis Belot? Eigenlijk is het eerst meer de vraag wie was die meneer Christopherus Henricus Didericus Buis-Belot. Nu beter bekend als meneer Buis-Belot, die een bepaalde wet en het Coriolis-effect heeft bedacht. Nou, lieve mensen, dit was een Nederlandse meteoroloog, scheikundige en ook nog eens natuurkundige, die samen met nog een aantal mensen de grondleggers waren van het KNMI. Ook wel het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, die het weer en klimaat van ons land analyseren. Meneer Buis-Belot werd op 31 januari 1854 de eerste directeur van het KNMI. Hij zorgde met zijn ontdekkingen voor dat we het weer konden analyseren en voorspellen. En met deze ontdekking waren we een van de eerste ter wereld die dit konden. Maar welke ontdekking was dit eigenlijk? Oftewel, wat is eigenlijk nu de wet van buis ballot Heel kort gezegd is de wet van buis ballot dat lucht stroomt van hoge drukgebieden naar lage drukgebied, ook wel dus van een maximum naar een minimum. Maar natuurlijk is dat nog niet alles. We kunnen ook zeggen namelijk dat doordat deze lucht van een hoge druk naar een laagdrukgebied stroomt, er dus ook wind ontstaat op deze manier. En dat niet alleen, want hij ontdekte ook nog dat de wind een afwijking kreeg en die noemde hij het Coriolis effect. En daarbij, lieve mensen, zag je ook nog dat de afwijking op het noordelijke halfrond naar rechts was en op het zuidelijke halfrond naar links was. En nu zit je zo te kijken en dan denk je van, hé, hey, maar dit gaat toch niet helemaal goed? Jawel, zometeen aan de hand van een voorbeeld zal ik het verder uitleggen. Om het nu al wat begrijpelijker te maken, is het belangrijk dat je nu alvast beseft dat je altijd het hoge drukgebied in je rug houdt en kijkt naar het lage drukgebied. Daarna pas je het Coriolis-effect toe. En dan wordt het misschien al wat duidelijker. De afwijking komt, zo had hij ontdekt, door de draaiing van de aarde. En nu we toch bezig zijn, voegen we nog maar eventjes wat toe. Hij had ook nog ontdekt dat de luchtdeeltjes bij de evenaar sneller stroomden dan die bij de polen. Nou, dat is natuurlijk echt best wel wat wat we nu hebben besproken, maar hoe ziet dit er nou eigenlijk uit? Laten we dat eens bekijken bij het volgende voorbeeld. Stel, we delen de wereld op deze manier in. Je ziet nu de breedtegraden zoals we die kennen vanuit de atlas en de bijhorende algemene drukgebieden die daar aanwezig zijn. Dan passen we nu de wet van Buis Ballot toe. Maar let op, nog niet het Coriolis effect. Een belangrijke algemene regel bij de wet van Buys Ballot is dat de wind altijd waait van een hoge druk naar een laag drukgebied. Waarbij je in je rug het hoge drukgebied hebt en je kijkt naar het lage drukgebied. Nou, laat dat eventjes op je inwerken en beeld het je even goed in. Oké, okay, dan moet het er dus ongeveer zo uitzien. Maar dan passen we nu het Coriolis effect toe. De wind waait nog steeds van een hoge druk naar een laag drukgebied, maar krijgt nu een afwijking en dat noemen we het Coriolis effect. Op het noordelijk halfrond krijgt de wind een afwijking naar rechts en dat ziet er dus zo uit. En op het zuidelijk halfrond krijgt de wind een afwijking naar links en dat ziet er zo uit. Nu de vraag aan jou: waarom gaat deze wind tussen 30 graden en 60 graden zuiden breedte, als je er zo naar kijkt, dan toch naar rechts? Klopt dit wel? Ja, lieve mensen, dit klopt, want wat moest je ook alweer doen? Juist ja, het hoge drukgebied van de 30 graden zuiderbreedte in je rug houden en kijken naar het lage drukgebied op 60 graden zuiderbreedte en pas dan het Coriolis-effect toepassen en dat is in dit geval dus naar links. Dus ja, dit klopt als een bus, maar is misschien een beetje verwarrend als je gewoon zo naar het kaartje zou kijken. Dus het is belangrijk dat je deze algemene regel goed onthoudt. Maar wat kun je nou voor een vraag verwachten op je toets? Belangrijk voor je toets of examen is dat er een vraag gesteld kan worden over een bepaald gebied waar zo'n wind met de eerder besproken afwijking aan het waaien is. Hierbij een voorbeeld uit het HAVO-examen van 2021 en ik ben benieuwd of jij het antwoord zometeen goed hebt. De vraag is als volgt. Ze vragen je waarom de zeilers niet de kortste route qua kilometers van Lissabon naar Kaapstad nemen, maar juist voor de langere route langs Zuid-Amerika zoals in Bron 10 te zien is. Daarbij gaf bron 9 je een beeld waar Lissabon lag en waar Kaapstad lag. Nu missen we alleen nog de informatie uit de kaartenkaterren, dus laten we die ook even toevoegen. Je kunt nu een antwoord opschrijven en de video dus even op stop zetten en ondertussen zal ik de vraag met je doorlopen. In dit gedeelte van de kaart kun je zien dat de zeestromen, die worden aangedreven door de wind, vanuit het eerste gedeelte tussen 30 graden noorderbreedte en de Evenaar prima verlopen voor de zeilers. Deze winden hebben we ook al eerder besproken met het wereldbolletje in deze kennisclip. Maar, eenmaal aangekomen bij de Evenaar ontstaan er problemen. Want als ze nu direct afdalen via Afrika, dan moeten ze tegen de wind inzeilen en dat is ja, een beetje een probleempje. Dus waar kiezen de zeilers voor? Om via Zuid-Amerika af te zakken, zodat ze nog een beetje van de wind tussen 30 graden zuidenbreedte en de Evenaar meepakken en zo sneller bij Kaapstad terechtkomen. En dan komt nu het antwoord. Ondanks de langere route langs Zuid-Amerika kunnen de zeilers nog profiteren van de restantjes van de passaatwind tussen de evenaar en de 30 graden zuiderbreedte. In plaats van er vol tegen in te varen, ja, wat uiteraard slomer gaat, ook al is het qua kilometers net even wat korter. Nou, ik ben benieuwd, had jij het antwoord goed? Laat dat vooral even weten in de comments. Oké, okay, we weten nu wie meneer Buisblot was en eigenlijk wat voor verschrikkelijke eindbaas het in die tijd was. Ook al vind je hem nu misschien net iets minder aardig, want hij heeft je leerwerk opgeleverd. Maar goed, daarbij weet je nu ook dat de wind waait van een hoge drukgebied naar een laag drukgebied. En dat het op het noordelijke halfrond een afwijking naar rechts krijgt en op het zuidelijke halfrond naar links. En daarbij vergeet je nu hopelijk nooit meer dat je altijd, ja, lieve mensen. Zeg het maar. Het hoge drukgebied in je rug houdt en kijkt naar het lage drukgebied. Voor nu, in ieder geval kunnen we terug naar meneer Buis. Uh, nee, naar mij natuurlijk. Tot zo. Ja, lieve mensen, daar was ik alweer. Als jij nou nog een begrip hebt die je niet snapt, laat het dan vooral even weten in de comments. Want wie weet, zie je wel jouw begrip volgende week in een kennisclip. En sowieso, heb je nou nog vragen over deze kennisclip, laat het dan ook vooral weten. En als je dan toch bezig bent, doe even lekker abonneren als je dit kan waarderen. Even like hier mogen, even lekker belletje aan en zo, dat soort dingetjes. Voor nu, lieve mensen, wil ik alleen nog maar zeggen. Ja, bye bye, zwaai zwaai.